Op 27 februari heeft president Chandrika Prasad Santokhi samen met het clusterteam van ministers wederom gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen uit de samenleving. Het platform van importeurs in Suriname, de Vereniging van Winkeliers en de Kamer van Koophandel en Fabrieken werden dit keer ontvangen. In deze gesprekken doen de verschillende groepen voorstellen hoe bepaalde vraagstukken aan te pakken. Er werd van gedachten gewisseld over zaken zoals de koersontwikkelingen en de prijsontwikkelingen. De regering vindt het belangrijk te weten hoe de organisaties kijken naar deze zaken en hoe zij denken de situatie beheersbaar te maken. Deze besprekingen zijn een vooroverleg om te komen tot een gestructureerde, geïnstitutionaliseerde nationale dialoog. De Kamer van Koophandel, samengesteld uit alle pluimages van de maatschappij, van het ondernemerschap, en in feite apolitiek is, elke regering zal steunen. Omdat wij denken dat de ondernemer een groot deel van de business in Suriname in handen hebben, met name het distributiesysteem en het contact is tussen het eindelijk product en consument. Hoe is de beraadslaging geweest met de president? Nou, zeer constructief. We hebben gesproken over onder andere de koersstabiliteit. We hebben gesproken over de prijzen en wat er allemaal moet gebeuren om die prijzen van met name basisgoederen, maar ook over andere goederen, dat die inderdaad beheersbaar blijven. Datgene wat daar gebeurd is op 17 februari, dat signaal is belangrijk voor ons. Dat signaal pak ook serieus op. Op basis van het signaal moeten we kijken naar het beleid. Bedankt voor uw aandacht. Afdeling woordvoering van het kabinet van de president.